Het telecombedrijf Telesur heeft vandaag deelgenomen aan het project Vaccinate Your Company. Telesur vindt het enorm belangrijk dat zij haar personeel beschermt tegen het COVID-19-virus om veilig werken te garanderen. Shalini Ramautaar, superviserende arts, zegt dat de bedoeling van dit vaccinatieproject is om werknemers en gepensioneerden van bedrijven samen met hun gezinsleden in de gelegenheid te stellen zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. Bedrijven die zich voor dit project aanmelden, krijgen een voorkeursbehandeling, zodat werknemers na het vaccineren zich weer kunnen aanmelden op het werk. Sinds het begin van dit project, welke ongeveer 3 weken geleden begon, hebben al enkele bedrijven zich opgegeven. We praten in de categorie van 7 tot 8 bedrijven hebben we gehad, maar natuurlijk hopen we op meer bedrijven. En daarom hebben we dus hopen dat het echt ook gaat aanslaan bij de andere bedrijven. Maar hoe is de opkomst van die bedrijven zelf? Ze hebben hun mensen opgeroepen, maar zijn de aanmeldingen genoeg of afdoende? Het verschilt per bedrijf eigenlijk. Het hangt er ook van af hoe goed zo'n bedrijf de promotie maakt binnen het bedrijf zelf en de werknemers motiveert om te gaan vaccineren. Van de bedrijven die we hebben gehad, niet allemaal. Van niet alle bedrijven zijn alle werknemers die op de lijst stonden, want dan kregen een lijstje. Niet alle werknemers zijn gekomen, weer van andere bedrijven zijn ze wel goed komen opdagen. Dus het verschilt echt per bedrijf. Het project wordt uitgevoerd bij de vaccinatielocatie van de politieacademie. Rachelle de Jezus, manager HR Care van Telesur, zegt dat het vaccineren van het personeel ook van belang is voor het gezond houden van de totale gemeenschap. Ze wijst erop dat voor deze vaccinatiecampagne minder medewerkers van het telecombedrijf zich hebben aangemeld. Er waren niet ontzettend veel aanmeldingen. Dat kan natuurlijk komen omdat men nog wat huiverig is. Het kan ook komen omdat men al is gevaccineerd. Dus dat gaan we ook helemaal in kaart brengen. Maar voor degenen die nog huiverig zijn om zich te laten vaccineren, neem contact op met HR Care. Neem contact op met een van de artsen van HR Care voor meer informatie. Enkele telesuurders die zich ter plekke bevonden, hebben hun collega's opgeroepen om zich ook te laten vaccineren. Ik ben vandaag mijn tweede spuitje komen halen. Ik ben volledig gevaccineerd. Mensen, ik roep jullie allemaal op om ook te vaccineren. Om het leven veiliger te maken en ook om onnodige doden te voorkomen. Laat je ook vaccineren. Collega's, ik roep je op om ook te komen om je te laten vaccineren. Ik ben fully vaccinated. Ook ik ben gevaccineerd. Collega's, laat je vaccineren. Dit project zal gecontinueerd worden zolang de locatie van de politieacademie beschikbaar is. Ramautaar zegt dat de locatie vrij groot is en dat er geen lange rijen ontstaan. Voor bedrijven wordt er een aparte rij gemaakt.